Er is behoefte aan meer bewustwording over het deelnemen aan het dagelijks verkeer. Zo blijkt uit een presentatie van de voorzitter van de Korps Suriname Verkeersvrijwilligers KSV, Helmut Geesius, in verband met de Verkeersveiligheid Maand. Die loopt van 15 augustus tot en met 15 september. Geesius zegt dat er vanuit de organisatie naar verschillende mogelijkheden wordt gekeken om van jongs af aan te beginnen met het creëren van deze bewustwording. Ingaande het komend jaar zal verkeerseducatie worden geïntroduceerd in het formeel onderwijs, dus vanaf peuter tot naar VOS niveau. Daar is er een commissie voor ingesteld. KSV mag deel uitmaken van die commissie, commissie verkeerseducatie. En we zijn dus nu bezig met de groep tussen 0 en 4 jaar, dus zoals het wordt genoemd, die groep tussen 0 en 4 jaar. En dat gaat lopen tot en met die VOS groep. Dus dat is het vermelden waard, dus zowel op het wetgevingsvlak als op het educatief vlak zijn er ontwikkelingen gaande. Geesius zegt verder dat er meerdere maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de implementatie naar geschreven beleid goed verloopt. Een ander vooruitzicht dat is op het handhavingsvlak. Ja, we willen uiteraard nog meer politieoptreden zien op de openbare weg. Maar we weten dus dat de politie ook kan met een capaciteitsprobleem. Nou, om dat enigszins op te vangen, heeft de minister dan een commissie ingesteld waar wij dus ook ondersteuning aan mogen geven, de commissie verkeershandhaving. En nu is men in de fase van het gesprekken voeren met de mensen die hebben gereageerd op de sollicitatie. Ambtenaren en niet-ambtenaren hebben gereageerd, dat zijn er ruim 200. En daar moet er een gesprek mee komen en selectie. En deze mensen zullen worden getraind tot verkeershandhaver. De voorzitter voegt eraan toe dat op verzoek van de organisatie er nu gekeken wordt naar een orgaan dat alle activiteiten rondom het centraal verkeer aanstuurt. De debatten hieromtrent worden reeds besproken in de Nationale Assemblée.